Dalia heet de geboren dochter van de Franse president Sarkozy en Calabruni. De bloem werd rond de 15e eeuw ontdekt door het Mexicaanse volk de Azteken. De bloemen werden in tuinen onderhouden en aanbeden als zonneteken. Rond 1790 werden de zaden van de bloem meegenomen naar Europa. Daar kreeg de Mexicaanse bloem de naam Dahlia, ter ere van de Zweedse botanicus Andreas Dahl, leerling van Linnaeus. Vanaf het jaar 1830 werd de bloem zeer populair door heel Europa. De dahlia vraagt het hele jaar veel zorg en heeft daardoor een lange bloeiperiode. De bloem, die zich in vele prachtige kleuren kan ontwikkelen, is een schoonheid voor het oog.